Jens Hotpot restaurant is nu eindelijk in Rotterdam. Natuurlijk begonnen we met het maken van de dipsaus en het aandoen van de schorten. We hadden gekozen voor twee bouillons, de house special en de mild pittige bouillon. Dit Hotpot restaurant staat bekend om hun spiesjes. Bijna alles wordt geserveerd op spiesjes. Of het nou vlees, vis of groente is, dat maakt niet uit. We hebben zo genoten van het eten. Het zou zomaar kunnen dat dit mijn nieuwe to-go Hotpot restaurant wordt. Ze zijn tijdelijk alleen maar in de avonduren open, maar binnenkort ook met de lunch. Ga jij hier binnenkort ook een bezoekje brengen? Vergeet dan niet te reserveren.